En die misverkiezing zegt natuurlijk ook jury, want zonder jury kunnen we geen mis gaan verkiezen. En die stel ik nu graag even aan u voor. En we beginnen met de dame die hier vorig jaar ook op dit podium stond. Ze ging aan de haal met de titel van Miss Belgisch Limburg. En dan uiteindelijk in de versus ook met de titel van Miss Limburg Internationaal. Dames en heren, Lotte de Schutter. En wie als geen ander kan oordelen of dat het misbekwaam is om de pers te woord te staan, dan een journalist. Daarom graag in ons midden vanavond, journalist van het Belang van Limburg, David Stulens. Ik vertelde het er net al, vandaag de Belgische selectie voor de finale. Maar ook in Nederland op 12 januari wordt er een selectie gehouden. En de organisatrice van die selectie, verantwoordelijk voor Models Inc. International in Nederland, dames en heren, Rochelle Minkhorst. Onze volgende jury is niet enkel danser, maar hij is ook model. En hij begeleidt de missen in Nederland. Hij maakt daar de choreografies en zorgt dat de missen perfect op die catwalk kunnen showen als geen ander. Dames en heren, Marvin Haar. En daar helemaal achteraan zie je iemand aan de camera staan. Dat is Johan Baldewijns van We Love Misses. En als je alles wil volgen, wel, dan surf je gewoon naar www.welovemisses. En dan ga je alle filmpjes en foto's te zien krijgen van vanavond. Nu, Johan kan zelf niet in de jury zitten. Daarom heeft hij zijn lieve vrouw afgevaardigd om hier te zitten. Dames en heren, Paula Koerbers. En ook hij weet hoe het is om op een catwalk te staan. Hij heeft al heel wat modeshops gelopen, maar ook meegedaan aan de verkiezing van Mr. Limburg. En vorig jaar was het prijs, hij werd Mr. Limburg Internationaal. Dames en heren, Jeremy Martens. En we moeten zorgen dat die juryleden zowel van Nederland komen als van België. Daarom vonden we het ook niet anders kunnen dat we de Miss Limburg, Miss Nederlands Limburg beter gezegd, zouden uitnodigen in de jury. Zij stond vorig jaar op de catwalk in de Versushoek en zij kreeg daar de titel van Miss Nederlands Limburg. Dames en heren, Danielle Zwartebeen. Ja, en zo'n jury, dat is net zoals kleine kinderen. Je moet dat af en toe bij de hand nemen en je moet ze tot de orde roepen. En daar hebben we natuurlijk een voorzitter voor nodig. En de voorzitter van de jury vanavond is niemand minder dan, ik zou durven zeggen, zowel de rechterhand als de linkerhand van mevrouw Panes, directrice van Models Inc. International. Dames en heren, Vicky Sagan.